Nu springt de recorder weer in zijn pauzestand. En de camera gaat nou op zoek naar de tweede scène. De tweede scène op 13 minuut 36. Klein stukje verder. Nou, u ziet eigenlijk, zonder mijn handen te gebruiken, monteert hij alles aan elkaar. Daar is de tweede shot. We zien nu de pauze. Nu is hij aan het monteren. En hij springt weer in zijn pauzestand. De tweede scène was een korte scène. Nou, dit was de montage die ik gemaakt heb. De camera die springt nu vanzelf weer in zijn pauzestand. Die staat eigenlijk klaar voor mij om verdere shots op te zoeken, latere shots op te zoeken. En bedrijf heeft theatercursus. Ook bij het maken van televisieprogramma's wordt tegenwoordig steeds vaker digitaal gemonteerd. Zelfs bij het in elkaar zetten van een ruwe proefmontage, om een indruk te krijgen hoe het programma er ongeveer gaat uitzien. Sinds enkele jaren monteren we hier offline digitaal. Dat houdt in dat we eerst al het materiaal op een harde schijf zetten, zodat het heel makkelijk en snel beschikbaar is door middel van klikken op een muis. Door één klik op de knop krijg ik hier een nieuw plaatje. Met diezelfde muis kan ik ook bepalen waar ik een shot in en uit wil gaan. Bijvoorbeeld hier wil ik het shot in gaan en daar wil ik het shot uit gaan. Door op deze rode pijl te klikken wordt het shot achter mijn bestaande montage neergezet. Ik kan het even laten zien. Wegvallen van de binnengrenzen. Het shot staat er nu achter. Het grootste voordeel echter is wel het niet lineair kunnen werken op dit systeem. Dat wil zeggen dat je niet meer gebonden bent aan bij het begin beginnen en bij het einde eindigen. Je kunt een willekeurig shot altijd ertussen uithalen, bijvoorbeeld deze terrein. Kan ik door middel van deze schaar, dat is nog een herinnering aan de oude filmtijd, kan ik shots zo ertussen uitknippen. Een shot onder mijn muis oppakken en willekeurig in de montage neerzetten waar ik het wil. Het is de schrik van iedere familie om door een andere familie te worden uitgenodigd om de vakantiefotootjes te komen bekijken. Maar bij ons is dat een groot feest. En dat komt omdat wij een zogenaamd presentatieprogramma gebruiken. Die zijn eigenlijk bedoeld voor verkopers, maar ze zijn ook heel handig voor dit soort gelegenheden, hoor. Ja. Kijk, met je handscannertje lees je je foto's in je computer. Je zet ze in de gewenste volgorde en je gebruikt je monitor als diaschermpje. Nou, kijk, ten eerste ben je nog niet de helft van de tijd bezig om het beeld scherp te stellen, hè? En ten tweede kan je onder iedere dia een verschillend muziekje zetten. En tenslotte kan je door hier en daar iets toe te voegen het geheel een beetje spannender maken. Gelooft u me niet? Moet u eens opletten. Nou, wat dachten jullie? Zullen we maar weer doorgaan? Ja, ja, doorgaan, hè? Nou, dit is toen we aankwamen. Ik was net een foto aan het nemen van de zus van Lisa toen er een ontsnapte tijger de camping opkwam. Ja, ja, het is een wonder dat wij daar levend vanaf zijn gekomen. Ik ben geschrokken. Ja, waar was dat? In Domburg. Domburg? Ja. Ook in Domburg? Eerst een UFO die rakelings overkwam en nu een ontsnapte tijger. Tijger, moet je eens opletten wat er daarna gebeurde. Wij zaten op de pont en ik had Lisa gevraagd om ook eens een fotootje van mij te maken. En toen gebeurde er dit. Ja, is ook niet gering, hè? Ja. En zo gaat dat de hele avond door. Ik dacht niet dat iemand zich zat te vervelen. Of wel? Beeldcomputers kunnen een rol spelen bij het digitaal manipuleren van beelden. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het maken van animaties. Er zijn ook steeds meer bioscoopfilms waarbij de computer is gebruikt om trucs uit te halen. Film was altijd al illusie, maar nu is de illusie bedriegelijker dan ooit. We hebben gesproken met een aantal beeldgoochelaars. In the future, I think you're going to see more realistic animation. It's going in the way direction of things like Jurassic Park, where you've got computer animated characters that are really the most important characters in the film. There's things coming out like Casper, where the main character in the movie is a computer animated character. And a lot more mixing with live action, like you'd see in a movie like The Mask,
where they've got Jim Carrey, but they've gone and enhanced his performance by adding like CG on top of that. It's pretty well wide open. The tools are getting better all the time, and we're able to do more and more every day. It surprises us sometimes what we can do. What the CGI technology allows you to do in an animation situation is it just gives you more tools to deal with. It all depends on what the objective of what you're trying to do is. It gives you access to new styles. Everyone is very impressed with the wonderful 3D animation that people are doing, and it's very sexy and everybody loves to see it. But the real revolution, I feel, within the computer graphics industry is other things that you don't see. Being able to take, to composite images completely seamlessly. Being able to take a variety of mediums and stick them together. It's like digital glue. And that has impacted on the entire entertainment industry in a major way. And it's something that the end viewer doesn't even realize. They don't even see it, other than, you know, things become more and more believable. Basically, we're at the point now where anything is achievable. Any visual effect is achievable if you have enough time, which of course relates to money. And that's the stage that we're at right now, is all of what we're doing right now is going to become easier and more accessible and less expensive. And there will become a point where you'll virtually be able to do anything you want on film and make it completely believable. Het meest bewerkelijke en tijdrovende van een animatie is het maken van vloeiende bewegingen. Daar is wat op gevonden. De bewegingen van professionele dansers kunnen worden gedigitaliseerd en vervolgens gekoppeld aan getekende objecten. Dan is de beweging ineens een stuk gemakkelijker te realiseren. Honestly believe that the only real restriction is time. If they give us enough time, we can do anything.